geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg. Van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 7 mei 2019. Welkom geldt natuurlijk ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u in zo'n grote getale bent opgekomen. Vertegenwoordigers van de media, hier aanwezig dan wel, die ons bekijken of beluisteren via andere kanalen. Ik open de raadsvergadering met mededeling van de afwezigheid van de raadsleden mevrouw Soeten, de heer Rodemond, mevrouw Rusken en de heer Odink. En voor het overige geen mededelingen. Agenda punt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Akkoord. Agenda punt 3, de vaststelling van deze agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring dragen? Dan gaan we, staat de leidraad voor vanavond. Akkoord. Akkoord. Het spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich twee personen gemeld om in te spreken over agendapunten. De heer Terwel voor agendapunt 6, vaststemming bestemmingsplan Balkbrug woningbouwlocatie Takens. En de heer Siauw voor agendapunt 8, toekomst samen doen. En in die volgorde wou ik hen ook nu het woord geven. Allereerst de heer Terwel. U mag achter het spreekgestoelte uw zegje doen. U heeft 5 minuten, u weet het. En we houden dat een beetje in de gaten. Veel succes. En als u de microfoon even aan wilt zetten, dan kan iedereen u horen. Dank u wel, burgemeester. Vorige keer had ik inderdaad, ging ik staan. Ik dacht, ach, misschien kan ik een klein beetje meediscussiëren, maar dat mag helaas niet. Nee. Ik had toen wel sterk de behoefte om een klein beetje te reageren. Want ik hoorde de wethouder toch een beetje dingen zeggen. Dat ik denk van ja, dat zeg ik toch liever zelf. Alle 25 woningen die krijgen zonnepanelen. Dus dat is een geruststelling voor jullie. We hebben in juni 2016... mijn broer en ik en onze collega van Reel hebben Takens gekocht. We zijn eerst eventjes rustig gaan inventariseren wat Balkbrug eigenlijk graag wilde. Nou, dat was met name woningen voor ouderen en voor jongeren. We kwamen steeds bij de naam Jan Smits uit. Dus toen ben ik op een goede dag meneer Smits gaan opzoeken. Heb ik gesproken met hem. En toen werden we uitgenodigd voor een bijeenkomst. Dat zou over een paar maanden was dat omdat jullie een stedenbouwkundige visie aan het maken waren voor Balkbrug. We zijn daar geweest op die avond en er zaten onder meer coalitie 2025 en andere ontwikkelaars. Onder andere Beverwijk, die wilde in Balkbrug ook wat ontwikkelen. En nou, we wilden geen concurrerend bouwplan gaan ontwikkelen. Dus we hebben goed geluisterd wat daar gebouwd zou gaan worden. Dat waren onder meer huurappartementen en nog wat winkels. Dus we dachten, nou, wij passen, wij gaan wat anders doen. Wij gaan woningen bouwen op Takens. Nou, dat is ondertussen zijn we daarmee verder gegaan. En het eerste plaatje wat u hier ziet, dat is door de gemeente gemaakt. Een ambtenaar van de gemeente. De stedelijke, die heeft in november 2016 dit plaatje gemaakt. Aan de hand van dit plaatje zijn we verder gegaan met het ontwikkelen. Toen hebben we in 2016 is er een aannemer bijgekomen uit Zwolle en hier uit de omgeving. Evertsenbouw en die hebben een plaatje gemaakt. En dat hebben we 12 juni hebben we een info gedaan. En dan ga ik even één. Dan moet ik verder klikken met het ding. Pijltje. Oh ja. Nou, dit is een. Dan ziet u een mail tussen meneer Smits en Johan Vareel, dat is mijn compagnon. En daarin geven wij aan dat we graag kenbaar willen maken dat we onze plannen gaan ventileren. We hadden van meneer Smits de indruk dat hij vond dat hij te weinig gekend was. Maar op die avond, en dan praat ik even een pijltje verder.
toen, dat was inmiddels 12 juni, hebben we alle omwonenden en alle geïnteresseerden bij elkaar gehad in het trefpunt. En daar hebben we 30 briefjes teruggekregen waar iedereen kon opschrijven wat hij van het plan vond en wat hij graag wilde zien in het plan. Nou, er waren ouderen die wilden graag op gas blijven koken. Dus toen hadden we nog 2 weken de tijd om voor 1 juli toch het gas nog op het terrein te krijgen. Nou, dat is ons gelukt. Maar meneer Smits die schrijft hier, ook namens coalitie 2025, dat hij Takers graag wil behouden als beeldbepalend. En dan wil ik het misschien niet helemaal goed lezen, maar er staat of iets gelijkends met veranda en lindenbomen. Dus dat het plaatje een beetje blijft zoals het was. Nou, dat is gelukt. We hebben daar welstand goedkeuring voor gekregen. Dus op een gegeven moment snapten we niet waarom de coalitie 2025 met een zienswijze kwam. Want we hebben toch heel goed geluisterd naar de buurt. En ook in zijn zienswijze wordt geschreven dat wij met de buren, dat ze zelf stenen en zand moeten aanleveren om een uitritje te krijgen. Ik kan u vertellen, we hebben juist heel veel gecommuniceerd met de buren. We hebben, de aannemer en ik, meerdere keren zijn we op visite geweest daar. Met mensen uit de buurt, de Meppelenstraat, zaten met 20, 25 man vertegenwoordigd. De ene wilde een boom uit zijn tuin gezaagd hebben, de andere wilde weten hoe hoog wij gingen bouwen. We hebben de gootlijnen laten zakken. We hebben allerlei afspraken gemaakt met buren. Ook is door zulke gesprekken is er een eenrichtingsweg nog gekomen, wat eerst 2 richtingen was. De gemeente is daar ook iedere keer goed in gekend met Erik van der Pol als projectleider en Wender op de achtergrond met de bestemmingsplannen. En toen hoorde ik de wethouder excuses maken dat het volgende keer beter zou gaan. Ik denk, toen ging ik staan. Ik denk, ja, dat kan niet. Meer als dit kun je als ontwikkelaar niet doen. En de gemeente heeft zich daar ook, zeker ambtenaren, zeer hard aan gewerkt. Even kijken. Zit zo rond de 5 minuten inmiddels. Is ongeveer klaar? Ja. Heb ik mijn plaatjes gehad? Als u tot een afronding zou willen komen. U heeft een aantal punten helder gemaakt volgens mij. Ja. Oké. Ik kan u dan melden dat er nu 17 definitief verkocht zijn, 2 op optie. Ik kan u beloven, of ik ga u beloven, wat we met de buurt hebben afgesproken. Dat staat op papier, dat is ook naar de gemeente gecommuniceerd en dat komen we na. En niemand hoeft zelf stenen en zand om een uitritje te krijgen op onze locatie. Akkoord, dank u wel. Als u nog even wilt blijven staan, wellicht dat er nog een vraag is voor u. Kijk even de kring van de raad rond, de heer Brink. Nou, kort vraagje, voorzitter. Ik waardeer uw inspanning. Goed verhaal. Alleen wat ik wil zien is dat u toch ook wel behoorlijk wat privacygevoelige informatie tentoonspreidt. Ik zou u toch wel willen vragen om als u ooit weer een keer inspreekt voor een raad, om daar iets terughoudender mee om te gaan. Dus die telefoonnummers, mailadressen, kader van de privacywet, maak ik me daar toch een klein beetje zorgen over. Maar nogmaals, ik waardeer uw inspanning. Dank u wel. Akkoord. Anderen nog? De heer Wiet. Ik heb een vraagje. Na de vorige vergadering toen u hier was en alles wat u nu laat zien, heeft u met de heer Smits teruggekoppeld om te kijken waar het allemaal fout is gegaan in de communicatie? Nee, want meneer Smits die had, ik wilde toen ik de zienswijze, want die krijg ik als ontwikkelaar te zien, wilde ik graag communiceren met hem. Maar de gemeente zegt nee, dat doen wij zelf wel, want of toen de gemeente hem gebeld heeft, toen zei hij van ja, ik trek mijn zienswijze in na de raadsvergadering. Dus na vandaag trekt hij zijn zienswijze in. En dat was ook, ik denk van ja, hij vertelt heel veel. Ook vind ik onwaarheden. En als je dan toch de zienswijze al intrekt. Als je de zienswijze al intrekt of ingetrokken hebt, maar de raad er niet kenbaar maakt, dan discussieert u over iets wat ingetrokken is. De heer Boshoven wil daarop reageren volgens mij. Ja, voorzitter, ik wil toch wel even aangeven dat ik het iets ongemakkelijk vind om nu te praten over iemand die hier niet bij aanwezig is. Dat is een openbare zienswijze. Ja, maar u spreekt over zijn positie en zijn meningen, terwijl hij zichzelf hier niet kan verdedigen. Ja, maar ik vorige keer ook niet. Daarom heb ik een sterk spreekrecht genomen. Nee. Mag de punten zijn helder, u heeft het toegelicht. Ik kijk even rond of er nog andere vragen zijn. Dat is niet het geval. Dan wil ik u danken voor uw inspraak, reactie.
En gaan wij naar de volgende inspreker die zich gemeld heeft, de heer Siauw. En de heer Siauw, ja, daar bent u. Wil graag inspreken op agendapunt 8, de toekomst van Samen Doen. En we hebben u al eerder mogen ontvangen in deze raadzaal. Dus u kent volgens mij de procedure. Ook voor u geldt 5 minuten. Aan u het woord. Ik heet Jef Siauw. Ik woon nu ook. Ja, zo. Oké. Ik heet Jeffrey Siauw. Ik woon in Delensvaart en ik ben WMO-gebruiker. En ik spreek in op het agendapunt 8, toekomst samen doen teams. En ik wou het hebben over het ontwerp statuten overheidsvennootschap samen doen 2019. Wat ontbreekt is opstellen van een communicatieplan plus daarna het onderhouden daarvan. De notaris heeft niets in de tekst opgenomen. Rara, hoe kan dat? De taak van de vennootschap kan zijn omschrijven communicatieplan en daarmee vastleggen plus verankeren van communicatie extern. Het doel kan zijn bereiken van communicatie van, opnieuw, doel kan zijn bereiken van communicatie van inwoners over mogelijke ondersteuning. Dus, waarom zijn wij er en hoe gaan wij dit communiceren naar buiten toe? In het ontwerp oprichting besloten vennootschap staat in artikel 2, derde lid een opsomming, A, B, C, D. En ik wou een voorstel doen om dat uit te breiden met een sub-E. Het opstellen van een communicatieplan en het daarna onderhouden ervan. Ik herhaal het nog een keer. Het opstellen van een communicatieplan en het daarna onderhouden ervan. Nou, dat is mijn inbreng. Doe er wat mee en neem straks een goed besluit. En ik dank u dat ik dit mocht inbrengen. Akkoord, dank u wel voor uw inbreng. Een helder, duidelijk punt. Ik kijk even rond of er vragen voor u zijn. Naar de zijde van de gemeenteraad. Dat is niet het geval, constateer ik. Dan bent u duidelijk voldoende geweest. Wil ik u nogmaals bedanken. Okay. En kunt u de behandeling afwachten op de publieke tribune. Oké. Okay. Akkoord. Brengt ons bij het volgende agendapunt. Agendapunt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 april jongstleden. U heeft hem gehad, gezien. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu constateer ik niet dat u behoefte heeft om te amenderen. En daarmee kunnen wij de besluitlijsten definitief vaststellen. Brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. En dat zijn er een drietal. Te beginnen bij agendapunt 6. U heeft de inspreker net gehoord over dit onderwerp ook. Vaststellen van het bestemmingsplan Balkbrug, woningbouw, locatie Takens. En ik kijk even de kring rond. Wie heeft behoefte om hierop te reageren? GroenLinks, CDA, anderen niet. Nee, het woord is aan de heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met zeggen dat GroenLinks tevreden is dat Takens een nieuwe invulling gaat krijgen. En dat het gat wat nu letterlijk in Balkbrug gevallen is, gevuld zal worden. Dat is een boodschap waar wij erg blij mee zijn. En wij zijn ook tevreden dat er woningen opkomen.
Tag, zoals mijn partij ook in de oriënterende ronde al heeft duidelijk gemaakt, in een uitgebreide bijdrage volgens de plaatsvervangend voorzitter, vinden wij het jammer dat de coalitie Balkbrug zich destijds genoodzaakt heeft gevoeld om een zienswijze in te dienen, om duidelijk te maken dat ze niet voldoende mee zouden zijn genomen. Maar wel erg blij zijn wij met de woorden die uitgesproken werden door de wethouder om de handschoen te willen oppakken om die participatie wat intensiever in te zetten. Vorige vrijdag hebben ook meerdere partijen in het rondom duurzaamheid een signaal afgegeven over het niet gasloos bouwen van deze woningen. Volgens formaliteiten kan dat inderdaad en klopt dat, maar we vinden het wel jammer. Wel zijn we natuurlijk erg blij met de andere duurzaamheidsinitiatieven die bij dit project wel worden ingezet. Dus samenvattend, enkele dingen die wij in de toekomst graag anders zien, maar toch zijn wij tevreden met dit voorstel en zullen wij ermee instemmen. Akkoord, dank u wel voor uw bijdrage. De fractie van het CDA, mevrouw Mensink. Dank u wel, voorzitter. Het CDA is ook heel blij met de ontwikkelingen in Balkbrug. We vinden het echt fijn dat dit dorp nu de aandacht krijgt die het ook verdient. We zijn blij natuurlijk met de nieuwbouw van Takenshof, maar ook zeker met de toezegging dat de gemeente zich extra inzet voor sociale huurwoningen. Voor starters in sluis 5, want op die manier kan zowel jong als oud daar blijven wonen. De antwoorden van de wethouder in de oriënterende ronde waren voldoende om het plan Takenshof mogelijk als hamerstuk door te laten gaan. Toch had ik nog mijn bedenkingen over de ontsluiting van Takenshof. Maar ik sprak na de oriënterende ronde met mensen van coalitie 2025 en direct aanwonenden van het plan. En daarmee is bij ons ook het vertrouwen gewekt dat door diverse betrokken werkgroepen efficiënte en effectieve oplossingen zullen worden aangedragen voor mogelijke knelpunten. Ook de toezegging van wethouder Breukelman om aan de voorkant van alle ontwikkelingen integraal te kijken naar woningbouw, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en te komen tot een gedragen plan, dat stemt het CDA erg tevreden. Er gebeurt heel veel en de mogelijke valkuil bij alle ontwikkelingen van Balkbrug is dat mogelijk verwezen wordt of naar provincie of naar de ontwikkelaar of naar de aannemer. Maar de gemeente heeft daarvoor ook zeker een verantwoordelijkheid bij het communiceren. Het CDA wil graag aan wethouder Breukelman vragen om te zorgen voor één aanspreekpunt in het hele gemeentehuis. Daar waar relevant voor de ontwikkelingen van Balkbrug, om het totaalproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor het centrumplan van Hardenberg was er een complete projectafdeling. Voor het masterplan Dedensvaart een projectbureau. Laten wij dan vragen voor in ieder geval een projectpersoon wat beschikbaar is. We willen daarop graag nog het antwoord van de wethouder. Alvast bedankt. Akkoord, dank u wel. En beterschap met uw stem. Ik heb verder geen opmerkingen gehoord van raadsleden of behoefte gevoeld van andere fracties om te spreken. En ik had ook de veronderstelling dat er geen vraag zou zijn voor de wethouder. Maar goed, het CDA vraagt om een organisatorische vraag. Ik weet niet of u daar nog even kort op wilt ingaan. Dan gaan wij over tot stemming over dit voorstel. De heer Breukelman. Ja, voorzitter, meer een oproep eigenlijk vanuit de CDA-fractie dan een vraag, zo heb ik het maar geïnterpreteerd. En laat ik daar dan van mijn kant tegenover zetten dat wij zullen proberen om zoveel mogelijk zeg maar, het aantal aanspreekpunten te bundelen voor de projecten die er gaan lopen. En dan doelt u ongetwijfeld op de ondertunneling van de N377. Welke kansen komen daaruit voort? Nou, dat raakt aan ruimtelijke ontwikkeling, maar ook het openbaar gebied. En u vraagt van mij aan ons om te kijken, kun je nou proberen om dat een beetje bij elkaar te brengen in de contactmomenten die met Balkbrug zijn. En dat is de ambitie die wij ook hebben. Mooi, dank u wel voor uw beantwoording. Toch goed om dit nog even gemarkeerd te hebben, denk ik, ook naar de toekomst toe. Ik stel voor dat we overgaan tot stemming over dit voorstel. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan kijk ik de raad rond en mag ik constateren dat alle fracties hier aanwezig akkoord zijn met het voorstel zoals het thans voor ligt. Dan is dat al dus besloten en is daarmee het bestemmingsplan definitief vastgesteld voor de woningbouwlocatie Takens.
brengt ons bij agenda punt 7. De bijstelling integraal huisvestingsplan basisonderwijs 2019. Wie wenst daarover het woord te voeren? De VVD-fractie, Partij van de Arbeid, op koerspunt nu, en ChristenUnie en CDA. De VVD-fractie, in monden van mevrouw Meijerink. De VVD-fractie vindt de werkwijze zoals we die in 2013 gestart zijn met IHP een hele prettige. Wat ons nu voorligt is een verhoging van de kosten van zo'n 5 miljoen euro. En de eerste jaarschijven zullen weliswaar meevallen zijn, maar overal, over het geheel genomen, is het toch een stijging van zo'n 20%. Zoals ook door Bert Gelling aangegeven in de oriënterende ronde, vinden we het belangrijk dat we de financiële beslissing tijdig kunnen maken. Zo hebben we in 2017 de aanpassing voor jaarschijf 2018 vastgesteld. En dat is een werkwijze die wij passend vinden. En tijdens de oriënterende ronde wilde de wethouder nog geen toezegging doen, maar we hopen dat ze die vanavond wel gaat doen. Zodat we de aanpassingen kunnen bespreken voor of tijdens de begroting van enig jaar voor het jaar erop. We vragen ons ook af of alle kosten nu meegenomen zijn. Want we hebben kunnen zien in het collegebesluit van 19 maart jongsleden dat de matrix nog een forse investering staat te wachten om het klimaat beter te beheersen. Een investering van 1,7 miljoen. U kiest ervoor om dit pas na 2023 te doen. En dit mee te nemen in de kadernota van 2020. Waarom wordt dit niet nu al meegenomen in het IAP? Kunt u, en waarom wachten we met die aanpassing tot 2023 of mogelijk nog later? Verschillende fracties hebben ook al schriftelijke vragen gesteld en het klimaatprobleem op de Marsweide en de kern speelt zich nu al meer dan 10 jaar. En dat komt de gezondheid van de leerkrachten, maar ook van de leerlingen natuurlijk niet ten goede. En als raad zijn we het volgens mij eens dat goede schoolhuisvesting belangrijk is. En wat ons betreft hoort een goede klimaatbeheersing daar zeker bij. U hebt aangegeven dat alles in goed overleg is gegaan met de betreffende schoolbesturen. En dat stellen we zeer op prijs. We kunnen niet teruglezen of er ook contact is geweest met de CRIM in zaken de MFA en de combinatie daarin. Het lijkt ons dat er voordeel is te behalen wanneer die bouw samengaat. Is hierover gesproken? Zo ja, wat is dan de uitkomst van dat gesprek? Daar zijn we wel nieuwsgierig naar. Ja, wij hadden de bijdrage kort willen houden, kreeg ook net nog het verzoek. Maar door het lezen van het IHP stippen op de horizon hebben we toch nog een aantal vragen die bij ons bovenkwamen. We hebben ook even nagevraagd en het plan wordt gezien als actueel. Daarom willen sommige vragen toch even aanstippen. Er worden verschillende kernen genoemd. Zo wordt Hardenberg bijvoorbeeld als één kern gezien. En in onze ogen zijn de wijken ook zo groot dat je ze best als een kern zou kunnen zien. En daarom vragen we af wat de wethouder vindt van de situatie dat onze kerncentrum Hardenberg nu geen school heeft. Vergrijst de kerncentrum daardoor extra snel? Zelf denken we dat het goed is om in het centrum van Hardenberg weer een school te krijgen. En we zijn benieuwd hoe de wethouder hier tegenaan kijkt. In het plan staat ook dat Arcada bereid is om terug te gaan naar 3 scholen binnen Hardenberg. Houdt dit in dat met de nieuwbouw van OBS Baarder, die samengaat met de ARS in een brede school in Baarder, het spectrum misschien gaat sluiten? Achter het spectrum staat ook geen investeringsbedrag voor de komende 5 jaar. En dat is bij andere scholen, bij een aantal andere scholen ook zo. Is het dan zo dat we daar geen investering hoeven te verwachten? Wat is er aan de hand? Want aan de hand van het plan, stippen op de horizon, hadden we eigenlijk ook een investering verwacht in Heemse. En hetzelfde geldt weer een beetje van de Morgenster. Wat gaat daarmee gebeuren? Gaat die school inderdaad naar de Marsland, zoals het plan beschrijft? Kan de wethouder al een kijkje geven wat we kunnen verwachten met de nieuwe school in de Marslanden? Er staat een bedrag genoemd, dat staat bij de kern. Is het dan bedoeld voor uitbreiding voor de kern of is het dan bedoeld voor de nieuwe school? In Heemse zien we ook een school met die langdurig onder de leerlingendrempel blijft zitten. Hoe kijkt de wethouder daar tegenaan? En we zien renovatieplannen van de akker staan in 2020, maar in het plan stip aan de horizon staat nieuwbouw waar de akker en Prinses Irene school
samengaan. Nou, een heleboel vragen die wij zo hebben. Eigenlijk vragen we ons meer van, is het geen goed moment om het plan 2013 toch te gaan updaten? Nou, we zijn benieuwd wat de wethouder daarvan vindt. En als het aan ons ligt, trekken we de plannen ook iets breder dan alleen maar het schoolgebouw, maar ook de wensen om het schoolgebouw heen. Wij vinden het belangrijk om al vroeg bij de ontwikkeling van een woonwijk na te denken over een school. School is vaak middelpunt van een woonwijk. Kinderen worden steeds vaker voor school al naar school gebracht. Voorschoolse opvang, naschoolse opvang. Heel vaak zie je ook, zoals in de Marslanden, ook een 0 tot 12 gebied ontstaan. En kinderen, maar dan ook dus ruimte voor ruime pleinen en veldjes. Zodat kinderen ook heerlijk kunnen buitenspelen. En een goede, veilige fietsroute, wandelroutes naar school toe. Nou, kortom, ja, ik kan het wel zeggen, we wouden het kort houden. Dat is dus niet gelukt, maar we hopen wel dat het duidelijk is dat de VVD een goede toekomstgerichte schoolhuisvesting belangrijk vindt. Maar het ook belangrijk vindt om grip te houden op de financiën. Akkoord, dank u wel. Ik laat even aan de wethouder over in hoeverre ze in detail op uw antwoorden of op uw vragen wil ingaan. Want het waren ook eigenlijk wel vragen die bij de oriënterende ronde heel goed hadden gepast, zeg maar. Maar dat laat ik even over aan de wethouder. Voorzitter, ik schuld neem graag aan mij, want mijn vrouw was toen op vakantie en ik had de vragen moeten stellen, maar heb daar natuurlijk ernstig in verzaakt, voorzitter. Dus. Oké, okay, nou, waarvan akte, dank u wel. Dat u daar mij mag aankijken. Akkoord, prima. De Partij van Arbeid, mevrouw Kloekhorst. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Een school is een van de belangrijkste plekken in het leven van een kind. Daarom is de kwaliteit van schoolgebouwen en vooral ook schoolgebouwen in de kleine kern belangrijk. Zij geven mede invulling aan de sociale verbondenheid in een gemeenschap. Dat het IAP met alle betrokken scholen zelf is opgesteld, wegen wij mee in onze afweging. De PvdA heeft kennis genomen van het financieel perspectief voor het IAP en realiseert zich dat er veel extra geld gevraagd wordt. Maar juist omdat de school een van die belangrijke plekken in het leven van kinderen is, is onze fractie bereid om deze extra middelen beschikbaar te stellen. De stijgende kosten zijn een landelijk probleem. En de portefeuillehouder heeft aangegeven dat het met het Rijk wordt gesproken over de tekortkomende vergoeding in relatie tot de werkelijke kosten. We steunen deze lobby dan ook van harte en hopen dat het leidt tot compensatie in de toekomst. Onze fractie kan daarom instemmen met voorliggende raadsvoorstel. En wij hopen dat morgen de schop in de grond gaat in Brugteveld. Akkoord, dank. De fractie van Opkoers.nu, de heer Geesink. Dank u, voorzitter. Het grootste deel van het raadsvoorstel was kennis te nemen van het financieel perspectief en dit te betrekken bij de kadernota. Er wordt onze behoorlijke stijging in de kosten voorgeschoteld. In relatie met de kadernota kunnen wij als raad deze financiële ontwikkeling in het juiste perspectief zien. Voor de ontwikkelingen over 2019 kunnen wij instemmen en zijn wij naast de renovaties zeer tevreden over de nieuwbouw van de Wiekslag in Brugteveld, waar een integraal kindcentrum ontstaat. De uitbreiding en renovatie van de raflijn in de Velde geeft zeer goede doelstelling van het IAP weer. Door het samengaan van het Kompas en OBS Den Velde wordt het aantal schoolgebouwen en het aantal vierkante meters teruggebracht om het voorbestaan en de kwaliteit in de kernnet te kunnen blijven garanderen. Ook de realisatie van leerpleinen vinden wij een mooie ontwikkeling. Wat ons betreft kan het begonnen worden met de werkzaamheid. Akkoord, dank. De fractie van de ChristenUnie, de heer Kuipers. Voor u de microfoon. Dank u wel, voorzitter. Zoals de laatste keer ook aangegeven, vindt de ChristenUnie het basisonderwijs zeer belangrijk en met name het behoud van de kleinere scholen. Wij stemmen dan ook graag in met het plan en hopen dat met de uitvoering zo snel mogelijk gestart kan worden. Wel zien we een groeiend tekort in het perspectief na 2023, maar wij steunen de ontwikkeling van de brede scholen en kindcentra. Het is belangrijk dat kleine scholen dicht bij de kernen blijven staan. Een school is een essentiële voorziening voor kleine kernen om leefbaarheid te behouden. Daarnaast willen wij graag de complimenten maken voor Brugteveld. Mooi hoe zij dit traject hebben aangepakt en bedankt voor de goede inspraak. Akkoord, dank. Tot slot de fractie van het CDA, de heer Brink.
Dank u wel, voorzitter. De bijstelling van het integraal huisvestingsplan, daar praten we vanavond met elkaar over. En allereerst wil ik ook graag namens het CDA het compliment maken naar de inspreker, die tijdens de oriënterende ronde kwam inspreken naar aanleiding van de nieuwbouw van de Wiekslag in Brugterveld. Wij als fractie worden ontzettend enthousiast van processen zoals die in meerdere kernen, maar nu ook in Brugterveld verlopen zijn. Waarbij plaatselijk belang, het buurthuis en het schoolbestuur samen hebben opgetrokken om tot een goed nieuwbouwplan te komen. Het is fijn wanneer plannen en kernen zo breed gedragen worden. Daarnaast, voorzitter, heb ik een aantal vragen gesteld aangaande het beslismoment van het stuk zoals dat nu voor ligt. Zou het niet zuiverder zijn om een dergelijke beslissing te nemen tijdens de behandeling van de kadernota dan wel de eerste bestuursrapportage? Zo luidde mijn vraag. De wethouder gaf aan dat dit lastig is aangezien scholen niet altijd kunnen wachten met de uitvoering van de plannen. Timing is daarin ontzettend belangrijk. Als CDA snappen we dat. We vinden het alleen wel belangrijk dat we goed inzicht krijgen in de gevolgen op de totale financiële positie van de gemeente bij de aankomende bestuursrapportage, dan wel kadernota. En vertrouwen erop dat we die dan ook daadwerkelijk gaan krijgen. Daarnaast, voorzitter, vinden we het belangrijk dat we periodiek worden geïnformeerd over bijstellingen van het IRP. Zodat we als raad samen met het college kunnen afwegen en beslissen. En daarmee ook het goede doen ten aanzien van de huisvesting van ons basisonderwijs. Voorzitter, ik heb er tijdens de oriënterende ronde geen geheim van gemaakt. De CDA-fractie maakt zich net als de VVD-fractie zorgen over de matrix in de Maslanden. Dit gebouw was nu al uit haar voegen en met de uitbreiding van de woonwijk die op dit moment plaatsvindt, wordt het probleem zeker niet kleiner. En dan spreek ik nog niet over het klimaatprobleem, wat zoals mevrouw Meijering al zei, al een aantal jaren duurt. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat er op dit moment een locatieonderzoek wordt uitgevoerd voor een tweede onderwijslocatie. We willen de portefeuillehouder vragen hier enige druk op te zetten en de raad zetten ze te informeren op het moment dat er sprake is van ontwikkelingen. En we hebben hier ook nog een klein vraagje over en dat sluit ook wel aan bij wat de VVD vroeg. Van waarom ook nog geen middelen zijn opgenomen in het huidige IHP. En daarnaast zijn wij akkoord met de plannen zoals die nu voorliggen, voorzitter. En wij wensen alle betrokkenen veel succes toe bij de uitvoering van de plannen. Dank u wel. Akkoord. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van het CDA. Constateer dat er draagvlak is voor het plan zoals genoemd is door de verschillende bijdragers. Dat er nog één vraag is of een aantal vragen vanuit de zijde van de VVD. Ook in aanvulling op wat CDA zeg maar zojuist heeft aangegeven. Ik kijk even naar de wethouder. Of zij daar nog klaarheid over kan geven in de richting van uw raad, zodat we een besluit kunnen nemen. Voorzitter, ik kon niet nalaten om even te kijken hoe hoog die dan ging. Er zijn inderdaad met name door de VVD een aantal vragen gesteld. Om te beginnen zijn we als college heel blij met de uitgesproken steun en het enthousiasme door de andere partijen. Omdat als we één ding kunnen concluderen hieruit is dat goede huisvesting voor schoolkinderen iets is wat we met z'n allen breed delen. En ik vind het ook, ik waardeer zeer dat de raad ook bereid is om, als dat nodig is, om daar meer middelen voor beschikbaar te stellen. En juist omdat uitgerekend de scholen er niet zoveel aan kunnen doen dat die bouwprijzen zo stijgen en dat het Rijk ons daar niet voldoende voor compenseert. Wat betreft de vragen van de VVD, ik kan een aantal dingen rechtzetten. Een jaar eerder, zoals u vroeg, kunnen we daar normaal gesproken niet een jaar eerder over besluiten. Normaal kan dat ook, dit jaar niet, omdat we nou uitgerekend nu dat IAP gingen bijstellen, vandaar dat we nu op dit moment zitten. Dan kijk ik ook eventjes naar meneer Brink van het CDA. Uiteraard zijn deze cijfers opgenomen in de kadernota, die krijgt u binnenkort. Wat u nu doet, is dat u het meerjarige perspectief feitelijk ten principale zegt, nou daar kunnen we mee leven. Maar u neemt elk jaar opnieuw het besluit om het budget voor dat komende jaar ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen. Dus hij is opgenomen in de kadernota, deze cijfers. Maar nogmaals, elk jaar neemt u opnieuw definitief het besluit. Dus als er op een of andere reden geen
budget zou zijn, of dan heeft u altijd dat recht om dat niet te doen. Dan was er nog een klein misverstandje over de klimaatinstallatie bij de Matrix. Die hoort niet in het IAP. Dat heeft niet te maken met de huisvesting, dat is gewoon onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Dus dat komt op een heel andere plek terug. En tot slot vroeg u ook nog of de bouw van de scholen in de Krim met het MFA samen kunnen. Nou, dat gaat niet. De scholen zijn daar nu nog niet klaar voor. We houden er met de bouw van het MFA wel rekening mee dat de scholen daar in een later stadium op een eenvoudige manier aan kunnen worden gekoppeld. Dus dat heeft ook te maken met de inrichting van het kavel. De infrastructuur, daar wordt er allemaal op berekend al van tevoren. Een aantal andere vragen die u stelde. Waarom we, nou, dat het tijd zou zijn voor een update met een aantal scholen. Dat is nu precies wat we hebben gedaan. Het stuk wat hier nu voor ligt is wat de scholen op dit moment weten en wat we kunnen en willen afspreken met elkaar. Als dat er nieuwe ontwikkelingen zijn bij, of dat nou Arcade of allerlei andere stichtingen is, vanzelfsprekend. Maar dat is volgend jaar ook weer zo en in het jaar daarop ook. Dit is wat in ieder geval, ook met het oog op de leerlingenprognoses en de wensen en het beleid van de scholen, zeker is. Dus vandaar dat dit erin staat. Dan heb ik voor het CDA ook de relatie met de kadernota al even benoemd. En de periodieke bijstelling in de raad. Nou, dat is vanzelfsprekend. U krijgt het sowieso elk jaar terug. En de druk op de locatie voor de Marslanden 2. Dat hebben wij natuurlijk absoluut op ons netvlies. En we zullen de druk hoog houden voor zover die niet al hoog was. En hoger maken als het nodig is. Voorzitter, ik geloof dat ik hiermee alles heb gehad. Dus... Ja, goed. Ja, volgens mij ook. Dank daarvoor. U kijkt nog even rond in de kring. Er behoeft aan een tweede ronde, alleen mevrouw Meijering zie ik. Aan u het woord. Ja, ik ben toch even getriggerd van dit is dan de update. Ja, dit is de financiële update. Maar textueel lijkt er toch wel een gat te ontstaan tussen wat er nu in de cijfers zit en wat er als tekst in het stip aan de horizon staat. En vandaar was ook dus onze vraag, we hebben een heel aantal van die punten geprobeerd te benoemen. Waardoor het ons, wat ons betreft duidelijk was dat het wel een update nodig was. Maar mag ik nu concluderen dat de wethouder het daar niet mee eens is dat de teksten kloppen? Dan doelt u op het voorstel zoals dat is bijgevoegd? Nee, niet het IAP we verwijzen elke keer naar stippen op de horizon. Mm-hmm. En onze fractie heeft toch duidelijk de indruk dat die wel een update toe is. Dus niet financieel, want die krijgen we elke keer. Ja. En dat, daar zullen we ook mee instemmen. Maar wij zien wel dat de verwachtingen blijkbaar toch anders lopen dan dat nu wordt weergegeven. En we hebben ook gevraagd of alle kosten dan nu meegenomen zijn tot 2023. Want als je het plan leest, zouden er nog wel kosten te verwachten zijn tot 2023. Zoals een nieuwe school in Heemse bijvoorbeeld. Ja, ik kijk even naar de wethouder, want volgens mij zou dat verwerkt moeten zijn in de IAP, in ieder geval op de grote lijnen voor wat betreft het gebouwelijke. Dank u wel, voorzitter. Dat is precies wat ik eigenlijk als antwoord had willen geven. Wat ik net ook aangaf, alles wat nu bekend is op het gebied van gebouwen, dat hebben we verwerkt. Zoals ik ook al zei, dat wil niet zeggen, het is geen garantie dat er tot 2027 geen enkele nieuwe ambitie of nieuwe gebouw bijkomt, omdat dit is wat we nu weten en wat definitief genoeg is om met elkaar af te spreken. Natuurlijk komt Marslanden 2 erbij en om maar eens wat te noemen, Heemse heeft daar weer een relatie mee. Wat dat betreft heeft in het IAP, dat heb ik wel geleerd, alles met alles te maken, ook al lijkt het misschien niet zo. Dus dat betekent op het moment dat ergens een keuze wordt gemaakt, dat consequenties heeft voor een aantal andere scholen en die zullen we uiteraard samen met de scholen op dat moment ook met elkaar bespreken. Maar dit is wat we nu weten en dit is wat we nu definitief aan u voorleggen. Akkoord. Dat stond ook in de toelichting. Hè? Dat wil niet zeggen, het is wel planmatig, maar niet rigide. Omdat het vraagt om een regelmatige aanpassing en dat komt dan ook terug in deze raad. Of was het maar ter informatie. Mag ik voorstellen om tot een stemming over te gaan op dit plan? Dat is akkoord. Is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met het IAP zoals het thans voor ligt? Alle aanwezige fracties en raadsleden hier stemmen in met het IAP. En daarmee is dit plan
bijgesteld en daarmee ook vastgesteld. Brengt ons bij agendapunt bespreekstuk nummer 8, de toekomst van samen doen. Wie zou daarover het woord willen voeren? Ik denk, constateer dat alle fracties daar iets over willen zeggen. Dan doe ik hem even op volgorde van grootte van de partij en begin ik bij mevrouw Joltsma, CDA. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik moet maar eigenlijk wel van het hart dat we bij de informerende oriënterende ronde over dit onderwerp in de raadzaal heb ik eigenlijk een beetje de ruimte voor de inhoudelijke discussie gemist. Dus ik hoop van harte dat het gaat lukken dat we die discussie nu nog wel kunnen krijgen. En die zou ik dan ook graag willen benutten. De inhoudelijke vraag die vandaag voor ligt is: hebben wij wensen en bedenkingen bij het oprichten van een overheidsvennootschap voor de samendoenteams? Eerst willen we als CDA wel zeggen dat wij het knap vinden wat de samendoenteams tot nu toe voor elkaar hebben gebokst in die tijd van de pilot. Want we kunnen dat leren uit als we het hele land kijken. Het valt niet mee om zo'n wijkteam, zoals bij onze samendoenteams, om die goed van de grond te trekken. Het is nu wel heel erg tijd dat we komen tot een goede organisatievorm voor de toekomst. En bij die organisatievorm is voor het CDA heel belangrijk dat wij uiteen kunnen rafelen waar de verschillende verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden liggen. Die wens hebben we ook geproefd bij de wethouder en vinden we ook goed weergegeven in de visualisatie van de organisatiestructuur die bij de stukken zat. We zijn het ook met het college eens dat je samen doen teams niet in eigen beheer moet doen. Het lijkt ons niet verstandig dat de medewerkers ambtenaren worden. Ze moeten een beetje juist van de overheid afstaan. Ja, en dan kom je dus, als je niet kiest voor eigen beheer, voor welke juridische vorm ga je wel kiezen? Ja, wij hadden aanvankelijk toch wat meer sympathie voor die coöperatie. Nou, we merken dat de wethouder en het college gaan zitten voor die besloten overheidsvennootschap. De toelichting van de wethouder vonden we in eerste instantie niet zo helder, want het ging om de slagkracht. Nou, wij dachten, nou, als je nou iedereen in zo'n coöperatie zet, dan kun je die slagkracht juist organiseren binnen de coöperatie. Maar bij nader inzien begrijpen we wel dat in die ingewikkelde situatie van wat de samen doen teams allemaal moeten doen, dat dan misschien zo'n overheidsvennootschap misschien toch iets meer mogelijkheid tot slagkracht biedt. Maar de praktijk moet uitwijzen of dat gaat lukken. En wij vertrouwen erop dat de wethouder zich ook gaat inspannen om van die toekomstige organisatievormen succes te maken. En een kanttekening voor onszelf is ook wel dat als je kijkt van hoe gaat het nou goed in de gemeente bij de taken van de samendoenteams, dat je dan eigenlijk ziet, ook in elk onderzoek wat je daarover kan vinden, dat het niet de organisatievorm is wat het bepaalt wat het succes is van de teams, maar dat het veel meer te maken heeft met als gemeenten uit de kosten lopen, dan gaat het om het aantal kinderen, het aantal inwoners in een gemeente. Dat zijn vaak de redenen voor kostenoverschrijdingen. Soms het aantal eenoudergezinnen, gezinnen met lage inkomens. Dat zijn veel eerder verklaringen die maken dat sommige gemeenten geheel uit de kosten voor de WMO en de jeugdzorg gaan lopen. We hebben nog wel een paar kritische punten waarvan we hopen dat de wethouder die op een of andere manier zal oppakken. We laten het graag bij hem hoe hij dat wil doen. En die eerste heeft te maken met dat takenpakket van die samendoenteams. Die samendoenteams krijgen ontiegelijk veel taken. Aan de ene kant moeten ze meer aan preventie doen. Aan de andere kant moeten ze zelf lichte hulpverlening bieden. Aan de andere kant zijn ze de toegangspoort tot de specialistische zorg. En die specialistische hulp die moet dan ook ingekocht worden. Ze moeten de maat aangeven van de maatwerkvoorzieningen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan worden dat een heleboel taken. En als je nu al kijkt dat ze voor die maatwerkvoorzieningen bijna een derde van hun tijd bezig zijn met indicatie en onderzoek doen en weet ik wat, maken wij ons daar wel wat zorgen om. Dus wij zouden zeggen, kijk nou vooral naar die maatwerkvoorzieningen, hoe je die nu op een slimme, lean en meer manier kan zorgen dat je daar de voorzieningen voor creëert. En misschien moet je dat doen aan de hand van een of ander stroomschema. Wij zouden zeggen, maak het makkelijker. Kijk wat hier heel duidelijk de taak is van het samendoenteam. En kijk wat je bij die professionals kan leggen. Want die kunnen al het voorwerk doen, die weten precies wat ze nodig hebben.
waar het toelichten aan de hand van een casus waarvan die mij toch wel heeft geraakt, die werd mij voorgelegd. En in die casus kwam het eigenlijk naar voren dat alle betrokken partijen, de school, de kinderen, de ouders, de andere hulpverleners, met elkaar eens waren. Dit kind heeft deze hulp nodig. En dat was met het Samen Doen Team afgestemd, maar vervolgens denkt het Samen Doen Team toch van, nou, wij moeten die rol pakken en wij moeten toch nog eens met dat kind praten. Ja, en dat kind zelf denkt van, ik heb geen hulp nodig. Dus uiteindelijk wordt er dan toch een keuze gemaakt van dat er minder uren zorg naar zo'n kind toe gaat. Terwijl je je af kan vragen of dat op de lange duur nou gaat helpen. Minder hulp kan juist ervoor zorgen dat het uit de klauwen gaat en dat dat kind straks weer zwaardere hulp nodig heeft. Het is een hele moeilijke afweging waar die samendoenteams elke keer mee te maken hebben. Maar wij vinden dat daar toch iets te veel in zit van, als je al die taken bij elkaar optelt, van de slager keurt zijn eigen vlees. Hij gaat zich heel erg met de inhoud bemoeien, terwijl eigenlijk sommige professionals daar veel meer verstand van hebben. En als je het vergelijkt bijvoorbeeld wat we bij de zorgverzekeraar zien, die gaat zich ook niet precies met de inhoud van de zorg en de kosten enzovoort bemoeien. Die doet dat veel meer in abstracto. Dus wij denken dat daar nog winst is te halen als die taken ook bij de Samen Doen Teams beter uiteengerafeld worden. En het wat minder is dat het Samen Doen Team gaat denken van, wij gaan lichte zorg bieden en dan kunnen we straks dure zorg verkopen. En dat uiteindelijk weer blijkt dat je dan toch die dure zorg nog extra nodig hebt. Een ander punt wat wij nog willen benadrukken, 17% van de tijd van de Samen Doen Teams gaat nu naar administratie. Wij vinden het heel belangrijk om te sturen op resultaat, maar we weten ook dat als je daarbij de verkeerde indicatoren pakt, dan gaan die administratieve kosten gigantisch uit de klauwen lopen. Dat is niet alleen bij de samendoenteam zelf, maar dat is ook bij degene die de hulp verlenen. Nu zie je landelijk al dat bijvoorbeeld in de jeugdzorg professionals meer dan 20% van hun tijd met administratie bezig zijn. Dus ook daar doen wij de oproep aan het college. Kom met indicatoren die ons zoveel mogelijk kunnen zeggen, maar zo min mogelijk administratieve kosten gaan opleveren. Dan hebben we nog een laatste vraag. In alle stukken en ook in de raadsbrief destijds werd gezegd van, nou, die samenwerking met Omme in de samendoenteams, die gaan we oppakken. We hebben in de krant gelezen dat Omme dat niet van plan is. Dat zal wat consequenties hebben voor het financiële plaatje. Heeft ook consequenties voor de flexibele schil. Kan de wethouder ons iets zeggen over wat die consequenties bij de verdere uitvoering en de toekomst van de samendoenteam zullen zijn? Dank u wel, voorzitter. Akkoord, dank u wel voor uw bijdrage. We gaan naar de fractie van de ChristenUnie. Het woord is aan de heer Van der Gram. Dank u wel, voorzitter. Bij de totstandkoming van de 3D's in 2015 is het gebiedsgericht werken in onze gemeente vormgegeven door de inzet van de samendoenteams. Deze teams hebben zich de afgelopen jaren bewezen als een laagdrempelige toegang voor degenen die zorg en ondersteuning nodig hebben. In de raadsvergadering van 18 december vorig jaar is de notitie Toekomst Samen Doen Hardenberg vastgesteld. Deze notitie bevatte zowel een eindevaluatie van de eerst als pilot. Pilot ingerichte vormgeving, voor wie het nog niet heeft gehoord, want het viel even weg, als ook een voorstel voor de continuering en doorontwikkeling van Samen Doen. Met als doel te komen tot een robuuste, professionele en toekomstbestendige organisatie. Als raad hebben we ook in die vergadering groen licht gegeven voor het verder uitwerken van de organisatorische vormgeving binnen de daartoe eveneens in die vergadering vastgestelde kaders. Voorzitter, hetgeen nu als voorstel aan de orde is, betreft uitsluitend dus de organisatorische vormgeving naar een overheidsvennootschap. De statuten daarvoor zijn meegestuurd. En hoewel daar in de statuten inderdaad, zoals de inspreker ook aangaf, niks is opgenomen over het communicatieplan, zou ik de portefeuillehouder toch even willen vragen om dit punt, ik denk dat het heel kort en duidelijk kan, nog even aan te stippen. Wij kunnen ons vinden in de lijn zoals het college die heeft uitgezet. Aanvullend hebben we toch nog wel enkele vragen. Nu Samen Doen in een aparte juridische entiteit wordt ondergebracht, wat is de positie van het college hierin?
maar ook de positie van de Raad voor wat betreft de controlerende taak. Is er al meer duidelijkheid over de opstelling van de ketenpartners? Treden zij ook toe tot de vennootschap? Is er al een reactie van ondernemersraad en het GO? En zo ja, hoe luidt deze? En is er ook iets te zeggen over de medezeggenschap in de nieuwe vennootschap? Tot slot zou ik het college willen vragen om de raad toe te zeggen om na de zomer een raadsbrief uit te brengen waarin wij als raad nader worden geïnformeerd over de voortgang van dit proces, alsmede ook over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de eerder genoemde kaders. Tot zover, voorzitter. Kort, dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Op koers nu. Het woord is aan de heer Kloekhorst. Ik meld even voor de goede orde dat we zo rond 8 uur gedacht hadden met de oriënterende ronde te beginnen. Maar u begrijpt dat dat nog even gaat duren. Dank u wel, voorzitter. Op 5 maart 2019 heeft het college een voorgenomen besluit genomen om voor de uitvoering van het samendoenteams een overheidsvennootschap op te richten. Op grond van artikel 160, tweede lid van de gemeentewet, kan het college pas een definitief besluit nemen tot oprichting van een overheidsvennootschap als de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Wil u iets dichter in de microfoon gaan praten, dan kan iedereen u ook horen. Dank u wel. Op grond van artikel 160, tweede lid van de gemeentewet, worden wij vanavond gevraagd wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Hiermee trek ik ook eigenlijk de conclusie dat ik vanavond hoog of laag kan springen, maar op zich die vorming wel doorgaat. Wat op koers nu betreft, de bedenkingen, enige angst dat de vorming van Samen Doen BV de gemeenteraad op afstand zet. De vorming van de BV moet een middel zijn en geen doel om de raad het zicht te ontnemen. Wat dat betreft zit ik eigenlijk wel op de lijn met de ChristenUnie. Vragen. Op welke wijze garandeert het college dat de middelen bestemd om onze inwoners te ondersteunen juist besteed worden? En tot slot, op welke wijze garandeert het college dat de raad de uitvoering ook werkelijk kan controleren? Want dat hebben wij eigenlijk de afgelopen jaren gemist. Akkoord, dank u wel. De fractie van de VVD, mevrouw Meijerink. Ja, ik heb toch al even een en ander doorgestreept van wat ik wou zeggen, omdat andere fracties het ook al herhaald hebben. Dus sommige dingen zullen we ook wel iets herhalen, maar hopen dat u voor lief neemt. Wij vinden het inderdaad, Samen Doen wordt toekomstbestendig gemaakt. Dat heeft met name te maken met voor het kiezen van een structuur. En daarvoor kiest u een overheids-BV op te richten. En u gaat ervan uit dat de inhoud de structuur volgt. En dat is wel iets waar wij niet van overtuigd zijn. En wij delen ook wel de visie van op koers dat wij op afstand komen te staan als raad door voor deze structuur te kiezen. En daarom vinden we het ook heel erg belangrijk om de opdracht volkomen helder te hebben. Dat hebben we ook de vorige keer al aangegeven. We hebben dankzij de vraag van de ChristenUnie ook de statuten ontvangen en bekeken. Maar goed, statuten kunnen ook gewoon weer wijzigen zonder dat de raad daarbij betrokken wordt. Dus wij zitten echt wel op de inhoud van hoe kunnen we als raad onze functie goed blijven vervullen. Wij moeten, hebben een controlerende taak. En hoe gaan we die uitvoeren op deze BV? Anders dan door middel van zienswijze. Welke cijfers gaan wij krijgen? In de wetenschap dat de raad de afgelopen periode eigenlijk heel weinig informatie heeft gehad, zoals de heer Kloekhorst ook aangeeft, in zaken KPI's. En wanneer vindt u als aandeelhouder dat de directie haar taken heeft goed uitgevoerd? En welke afspraak maakt u met de directeur van de BV? Welk budget krijgt hij? Krijgt hij een jaarlijks budget? Stellen we dat meerjarig vast?
Hoe werkt dat? Maar ook, wat gaan we doen als de budgetten worden overschreden? Als er geen geld meer is, gaat de BV dan failliet? Of moet de raad dan bijspringen? We hebben een organogram gezien, daar staan ook rol van wethouder A en wethouder B. Nou, we zijn ook benieuwd wie van het college de rol van wethouder B op zich gaat nemen. Maar ook, wat is de rol van wethouder A op het moment dat de opdracht is verstrekt? En wat gebeurt er als samen doen onverhoopt geld overhoudt? Ik moet eerlijk zeggen dat ons een beetje utopisch voorleed komen, maar wat gebeurt er dan? Moeten we dan gaan we dan vennootschapsbelasting betalen over het geld waar de burger al eens als belastinggeld heeft afgestaan en wat wij via het Rijk hebben ontvangen? Nou ja, u begrijpt, we hebben nogal wat vragen over hoe wij als raad controle gaan houden, maar ook hoe u als college grip houdt op die overheids-BV. Daarom zouden we heel graag zien dat de wethouder ons wil toezeggen dat hij de oprichting gaat vergezellen met een duidelijke opdrachtbrief. Met daarin meetbare KPI's, bijvoorbeeld ook het punt wat meneer Sio aangeeft met betrekking tot communicatie, zou daar heel goed in opgenomen kunnen worden, zodat het duidelijk is voor iedereen wat we kunnen verwachten van deze BV. Wij zouden het liefst zien dat de wethouder deze ook ter advies voorlegt aan de participatieraad en voor input aan uw raad. Dank u wel, voorzitter. Akkoord. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de VVD. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Oh, excuus. Mevrouw Joldersma. Ik neem aan een vraag voor de VVD-fractie. Ja, klopt. Nou, ik heb nog even een vraag over wat u zegt van de samendoenteams worden eigenlijk voor de raad op afstand gezegd. Tegelijkertijd zit in de stukken die we van het college krijgen, staat er dus eigenlijk, we hebben de gekozen organisatievorm zou juist een sterke overheidssturing betekenen. Dus betekent dat u eigenlijk vindt dat u niet gelooft in die sterke overheidssturing? Of wilt u eigenlijk zeggen van nou, we hadden misschien de teams in eigen beheer moeten nemen, want dan hadden we er direct grip op. Probeert u dat te zeggen? Nee, wij vinden het prima dat u op afstand komt staan, maar dan moet je wel goede middelen hebben om te controleren. En wethouder B, zoals die genoemd wordt, is straks de vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering. Nou, daar wordt verantwoording afgelegd. Nou, hoe ga je verder grip houden? Als aandeelhouder sta je ook op afstand en je laat je bedrijf runnen door de directie en het bestuur van het bedrijf. En het is gewoon een onderneming met een heel sociaal maatschappelijk karakter natuurlijk. Door de, zoals de statuten ook aangeven. Maar het feit is dat je gewoon op afstand staat omdat je het als bedrijf ziet. Akkoord, dank. Gaan we nu naar de fractie van de Partij van de Arbeid voor de bijdrage in de eerste ronde rondom de toekomst samen doen, teams. Het woord is aan mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. Partij van de Arbeid vindt dat er een goede afweging is gemaakt bij het kiezen van een organisatievorm. Die naast meer sturing vanuit de gemeente ook ruimte biedt voor inbreng en kennis en innovatie van buiten de gemeentelijke organisatie. Voor ons is het een logische, omdat de samendoenteams van strategisch belang zijn om zorg dichtbij, persoonlijker en minder ingewikkeld te organiseren. Daarnaast zijn wij het college erkentelijk voor het gebruiken van de kennis en expertise van Movisie, zoals wij in december vorig jaar ook hebben gevraagd. Voor onze partij is het al jaren een doorn in het oog dat voor enkele huidige medewerkers binnen de samendoenteams langdurige onzekerheid bestaat over hun baan. Maar ook voor de betrokken organisaties zelf, omdat subsidiecontracten niet meer juridisch haalbaar zijn. Wij zijn daarom blij dat hier nou eindelijk een eind aan komt. En we lezen in het stuk terug dat medewerkers uit de samendoenteams hier ook positief over zijn. Maar we maken ons natuurlijk nog wel zorgen over bijvoorbeeld het afwaken van organisaties. Zeker omdat naast de overdracht van personeel in de nieuwe organisatie ook gevraagd wordt om de aansluiting met maatschappelijk ondernemen opnieuw te zoeken. Keuzes die effect hebben op zowel de geldstromen als de organisaties. Wij vertrouwen erop dat het college alles in het werk zal stellen om iedereen aangehaakt te houden. Zorg gaat over mensen. En er werken veel betrokken medewerkers dagelijks hard om anderen te ondersteunen en te verzorgen.
onze fractie is ervan overtuigd dat het voorstel van het college bij gaat dragen aan een goed samenspel met onze partners in het voorliggende veld. Dank u wel. Akkoord. Dank u wel voor de bijdrage van de zijde van de Partij van de Arbeid. Ga naar 50+, mevrouw Verschuur. Dank u wel, voorzitter. Op 4 december 2018 is de notitie Toekomst Samen Doen ter besluitvorming aangeboden bij de Raad. En op 18 december is de evaluatie hiervan vastgesteld. Het college heeft de opdracht gekregen om de aansturing en een nieuwe organisatievorm verder uit te werken. Op 7 maart is de raadsbrief Uitwerking Toekomst Samen Doen Teams verstuurd en is de brief geagendeerd voor een oorronde. Daarnaast was er de mogelijkheid om technische vragen te stellen via de griffier. Zoals u hoort, heeft de Raad afgelopen maanden veel gedebatteerd over de toekomst van de Samen Doen Teams. Een pilot die al in 2014 is gestart en nu op het punt staat om een definitieve organisatievorm te krijgen. Verschillende organisatievormen, onder andere eigenbeheer, BV, stichting, netwerk en coöperatie, zijn ter tafel gekomen en besproken met de platform Samen Doen Teams, de participatieraad en medewerkers. Uit deze gesprekken blijkt dat er niet eenduidig over gedacht wordt, maar dat men wel positief staat is of over een stichting of een coöperatie. Zowel de ondernemingsraad als het georganiseerd overleg moeten nog betrokken worden en ook moet het college nog worden voorzien van advies. Op woensdag 1 mei zijn de statuten voor het inrichten van een overheidsvennootschap aan de raad toegezonden met de mededeling dat de organisatievorm een BV gaat worden. Het besluit die nu genomen wordt gaat over de organisatievorm en niet over de inhoud of wel beleid. De organisatievorm is van groot belang, omdat dit de toegang is voor onze inwoners voor zorg, ondersteuning, werk en inkomen. 50+ Hardenberg is voor een eenduidig entiteit en kan zich vinden in een overheidsvennootschap. Een goede basis voor professionals die in dienst komen van deze overheidsvennootschap en onder andere niet meer afhankelijk zijn van payroll en dergelijke. Een punt van zorg wat betreft beleid is het doorverwijzen door de Samen Doen Teams. In gemeente Hardenberg ligt de doorverwijzing rond de 20% en landelijk op 14%. Dit baart ons zorgend, want hieruit blijkt dat inwoners de zorg op een andere manier zoeken. 50+ Hardenberg wil dit als aandachtspunt meegeven. De inwoners gaan weinig merken van de verandering, van pilot naar BV, want de Samen Doen Teams blijven wat ons betreft hun werk voortzetten als voorheen. Afgelopen week hebben wij gehoord dat de samenwerking met Ommen niet doorgezet wordt en het college heeft laten weten dat dit geen financiële risico's met zich mee zal brengen. Een BV als overheidsvennootschap heeft zo zijn voordelen, maar er zitten ook nadelen aan vast. Laat mij een voorbeeld geven. De raad zou haar controlerende taak kunnen verliezen, ofwel de raad zou op afstand gezet kunnen worden. Echter, wij zijn van mening dat de gemeente verantwoordelijk is, blijft voor de zorg en hulpverlening die geleverd moet worden. Mogelijk controleert de raad in de nieuwe situatie de taken en kaders niet meer en heeft dit waarschijnlijk ook geen zicht meer op de inkomsten, uitgaven en de begroting, terwijl dit van groot belang is omdat het hier om gemeenschapsgeld gaat. 50+ Hardenberg heeft hier moeite mee en vraagt zich af hoe dan de gemeenteraad in het voorstaande wordt meegenomen. Onze belangrijkste vraag is dan ook, hoe houdt de raad zicht op de BV? Voorzitter, we staan aan het begin van de ontwikkeling van de Samen Doen Hardenberg BV. 50+ Hardenberg heeft wel een aantal vragen. Ik wil hier voor een aantal benoemen, een aantal zijn al gesteld door de vorige partijen. Vraag 1. Er is onduidelijkheid wat betreft de aandeelhouder. In de notariële akte spreekt men over aandeelhouders. En in de visualisatie, raadsbrief uitwerking toekomst samen doen teams, spreekt men over de gemeente Hardenberg als 100% aandeelhouder. Kan de wethouder dit toelichten? In de raadsbrief uitwerking toekomst samen doen teams wordt aangegeven dat directe sturing door een wethouder gedaan kan worden.
In de visualisatie spreekt men ook over een wethouder. Kan de wethouder aangeven waarom gekozen wordt voor een wethouder? Is dat wel juist om een wethouder te benoemen vanwege politieke belangen, belangenverstrengeling? Vraag 3. Blijft de gemeente contract houden ofwel doet de aanbestedingen? En welke invloed hebben bestuurders en aandeelhouders hierop? Als de gemeente straks aandeelhouder is, welke gevolgen heeft dit voor het besluit voor de positie van de gemeenteraad? Kan de wethouder uitleggen hoe dat straks na de oprichting is? Als er meerdere aandeelhouders komen, wie worden dat dan? En wie bepaalt dat? Hoe groot is de kans op marktwerking en concurrentie? Want hoe meer aandelen, hoe meer invloed. Vraag 6, gemeenteartikel of gemeentewet artikel 160 lid 3. Is de provincie al betrokken bij dit proces of wordt deze nog op de hoogte gesteld? De volgende vraag, worden werk en inkomen ook ondergebracht in de BV? Want dit komt niet in de statuten terug. En dan heb ik als laatste vraag over de inspreker J.C.A.U. of de wethouder ook nog een toelichting kan geven op de communicatieplan en het onderhouden. Ik kom nu ter afronding, voorzitter. 50PLUS Hardenberg realiseert zich dat het proces van pilot naar een overheidsvennootschap ingewikkeld en complex is. Het proces is in december in gang gezet en in mei dit jaar wordt er een besluit genomen. In hooguit 5 maanden komt een organisatievorm tot stand. 50PLUS Hardenberg hoopt dat het een goed overwogen besluit is en dat er niet te snel geparticipeerd wordt. WMO en jeugdzorg gaat 50PLUS Hardenberg aan het hart en wij willen dat er een goed met de gemeenschap geld omgegaan wordt. Een besluit mag niet ten koste gaan van de inwoners van gemeente Hardenberg. Dank u wel. Kort, dank u wel voor uw bijdrage. Tot slot, het laatste in de eerste ronde. Het woord is aan de heer Boshoven, fractie van GroenLinks, over de toekomst samen doen, teams. Meneer Boshoven. Ja, voorzitter, dank u wel. Gedurende de bijdragen heb ik al wat stukjes uit mijn verhaal kunnen wegstrepen, dus dat scheelt in de tijd. Over deze vennootschap is ook de vorige vergadering al het een en ander gezegd en ook vanavond. En ook over de financiële risico's werden vragen gesteld in de vorige vergadering. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als er tekorten komen? Gaan we die dan als gemeente aanvullen of komt de BV dan potentieel in gevaar? Dat is vorige vergadering gevraagd. Wellicht heeft mijn partij gewoon het antwoord gemist. Maar anders willen wij daar graag nog even duidelijkheid over. Tevens zijn er in de oriënterende ronde al wat bedenkingen vanuit de raad duidelijk geworden. En die zorgen die hebben wij ook. En dat zijn de zorgen over de controle die wij als raad hebben op samen doen. Dus ook vanavond al door meerdere partijen aangegeven. En dat gaat ook over de zorgen die wij hebben over de positie van de gemeenteraad. Ook wij hebben het gevoel dat we op wat meer afstand komen te staan. Het lijkt ons dan ook vrij essentieel dat wij de opdrachtbrief te zien krijgen en daar wat van kunnen vinden. En voor de duidelijkheid vindt GroenLinks dat er een toekomst moet zijn voor samen doen. Maar we hebben wel wat vragen die al gesteld zijn waarop we nog graag antwoord horen. Tot zover. Akkoord, dank u wel voor uw bijdrage. Daarmee zijn we aan het einde van de eerste termijn. Ik constateer dat er op zich draagvlak is voor de richting zoals die er is. Het gaat om wensen en bedenkingen die u inderdaad kunt uiten. En die wensen en bedenkingen hebben op dit moment vooral betrekking op vragen rondom sturing, controle, toezicht en communicatie. Positie van de raad, positie van het college binnen het overheidsbedrijf. Kijk even naar de wethouder, direct reageren. Ja, akkoord. De heer Terietsap geeft aan dat hij direct zal ingaan op de bijdrage van de zijde van de fracties. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad een hoop vragen, maar dat begrijp ik ook heel goed. Het is wel een heel groot besluit wat we met elkaar nemen. Of waar vanuit het college genomen wordt en waar u nu wordt gevraagd of u wel of niet daar bedenking op wil inbrengen. Omdat het echt wel iets betekent in de samenleving en het is ook een definitieve voortzetting van iets wat we nu tijdelijk hebben. Ik zal proberen zo goed mogelijk al uw vragen daarin te beantwoorden. Ik wil er toch even algemeen op beginnen. Het is van u. De gemeenteraad is 100% aandeelhouder. De gemeente is 100% aandeelhouder.
En wij vanuit het college, en dat zal ook wel even over die vragen, want we hebben voor de duidelijkheid coördinerende wethouders er even bij gezet. Maar het college is die aandeelhouder, vertegenwoordigt de gemeenteraad en de gemeente Hardenberg is volledig aandeelhouder. Een groot deel van uw zorg, als ik de vragen zo mag samenvatten, gaat ook inderdaad over wat is de positie van de gemeenteraad. We hebben dat geprobeerd ook in die visualisatie voor u zo duidelijk mogelijk neer te zetten. Waarbij ik wil aangeven, er was een opmerking, ja, de statuten zou bijvoorbeeld elk moment kunnen wijzigen. Daar hebben wij geen enkel belang in. Wij zijn hier als gemeente en raad en college moeten we hier samen in optrekken over hoe wij onze sociale wijkteams proberen in te richten. En u staat daarbij volledig aan het stuur als gemeenteraad. U gaat, als het gaat over de bedrijfsvoering, stelt u de budgetten vast over hoeveel geld er in de organisatievorm, want het gaat puur over de organisatie waar we het nu over hebben, om mag gaan. Als er meer geld in om zou moeten gaan, dan gaat u daarover en dan gaat er niet het college over. Dus in die zin zou ik zeggen, staat dat toch ook nog heel dicht wel bij u. En als het gaat over de inhoud, gaat dat via de programma's. Hè? Vanuit jeugdzorg, vanuit WMO, staat u aan het roer over de beleidsuitgangspunten. En dat zijn ook exact de twee redenen geweest waarvoor u ook in december heeft gekozen om te zeggen van wij willen verder met de samen doen teams. Maar we willen er wel meer sturing op. Wij denken dat we juist op deze manier hebben georganiseerd dat u als raad daar ook meer sturing op kunt geven. En dat is in ieder geval ook onze intentie geweest. En ik proef inderdaad wat de voorzitter zojuist ook al aangaf, ook een brede steun daarvoor. Dank daar ook voor. En we hopen op deze manier ook zo goed mogelijk invulling te geven aan de kaders die u zelf heeft vastgesteld en waarvoor een uitwerkingsverantwoordelijkheid bij het college lag. Ik ga toch proberen om zoveel mogelijk van de vragen bij langs te gaan. Als ik er eentje vergeet, voorzitter, dan hoor ik het waarschijnlijk wel in een tweede termijn. Of ik ga er per fractie bij langs, dus dan kunt u misschien gelijk al aangeven, u vergeet er een. Ik begin bij de CDA-fractie. Die gaf aan over het lean en mean maken van die projecten. Van de organisatiestructuur en dat je efficiënt daarin werkt. En ik denk dat dat precies de spijker op de kop is waar we ook voor zouden moeten zorgen. Dat is ook de opdracht in de verbetering die we zelf ook hebben aangekondigd. Al met het doorontwikkelen van de samen doen teams. En ik denk ook een heel belangrijk aspect, en als ik zo luister naar uw betoog, is het ook heel goed om over die differentiatie te hebben. Hè? Want wat binnen de jeugdzorg, binnen de samen doen teams, moeten we niet te lang onze kinderen of vanuit de WMO of ook ouderen, waar echt specialistische zorg, waar echt maatwerk voor nodig is, dat we niet te lang vasthouden en proberen het maar op te lossen binnen de samen doen teams. Die hebben gewoon goede zorg nodig en die zorg zouden moeten kunnen blijven regelen. Als we dat in het proces verder kunnen vormgeven, heel graag. En dat is ook een van de opdrachten die ook juist aan de samen doen team organisatie meegegeven wordt om dat lean en mean in te richten. En dat sluit ook wel heel erg aan bij en dat is ook die algemene vraag, dus daar kom ik niet bij elke fractie op terug, over die indicatoren van hoe weet de raad nu hoe het loopt. Hè? Wij komen elke PNC-cyclus komen bij u terug. De BV zal zich moeten verantwoorden elk jaar, hè? Heeft u ook in de statuten kunnen lezen. Dat is een financiële verantwoording, maar ook de KPI's die we zullen opstellen, zullen zich ook op moeten verantwoorden, zodat u daar ook een heel helder inzicht in hebt. En we zullen daar ook hele goede indicatoren ook nog over moeten opstellen, dat zeg ik u ook toe. Dat hangt ook wel een beetje samen met de opdrachtbrief. En ik ga er toch, merk ik, een beetje kriskast doorheen. Want er was een vraag van de ChristenUnie om te zeggen van, kunt u ons later in het proces nog eens een keer een raadsbrief sturen, zoals we eerder hebben gedaan over het voorgenomen besluit wat wij als college hebben genomen. Die zeg ik heel graag toe. Ik denk dat daar ook dat we de vraag van de VVD-fractie daar ook in mee kunnen nemen, ook die opdrachtbrief. Want daar werken we natuurlijk aan en daar zal ook de BV mee aan de slag moeten. Dan komt ook wat er in die opdracht voor die BV staat, zal ook in die raadsbrief mee terugkomen. Dus ik zeg heel graag na de zomer een brief toe van het proces wat wij nu verder ook proberen te vervolgen. En dan komen die indicatoren waar u nu het over heeft. En ik vind het eigenlijk een hele mooie opdracht die u er eigenlijk bij meegeeft en die ik met beide handen zou willen aangrijpen. Zoveel mogelijk zeggen met zo weinig mogelijk werk. U is even vrij vertaald. Wat u erover weergaf. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk aspect heeft, omdat hij het ook over die administratieve last heeft, wat het met zich mee zou kunnen brengen. Dus die, zou ik willen zeggen, die neem ik absoluut ter harte. En zou ik daar ook in willen meenemen. En die zult u ook in de raadsbrief, zult u daar ook verder over geïnformeerd worden. Dus die neem ik zeer ter harte. Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen?
Mevrouw Joldersma. Heel hartelijk dank voor deze toezeggingen. Kunnen wij goed mee uit de voeten. Wat mij nog een beetje puzzelt, is wat ik bij iedereen eigenlijk proef, is dat die sterke sturing waar u al mee begon en wat u ook aangeeft, die indicatoren kunnen wij vaststellen. Maar het lijkt zoiets dat er toch een soort beeld bestaat, als we die opdrachtbrief hebben, dan laten we het uit onze handen vallen. Terwijl volgens mij het verschil bij een overheidsvennootschap of dat je nou een stichting hebt, het gaat er gewoon om hoe je die aansturing, hoe je die organiseert. En die verantwoording die komt jaarlijks. En jaarlijks zou je eventueel die indicatoren ook kunnen aanpassen, toch? Tenminste, zo heb ik het begrepen. Ik ben het volledig met u eens. Sterker nog, want de indicatoren volgen uit het beleid wat u zelf vastlegt. Dus jaarlijks kunnen de indicatoren ook vastleggen. Maar we gaan straks, we hopen in 1 juli met een nieuwe BV. En daar zal ook aan de hand van een opdrachtbrief die gestoeld is, met de indicatoren gestoeld op door u zelf vastgestelde beleid. En daarmee, maar we moeten wel even zoeken naar slimme indicatoren die ook eigenlijk een beetje voldoet aan wat u eigenlijk zelf zegt. Hè? Van niet te veel administratieve romslom, maar ze moeten nog wel wat zeggen. Maar ze moeten iets zeggen over het beleid wat u zelf hebt vastgesteld. Want uiteindelijk, en daar hebben we het over de programmadoelen, zeg maar, die je nastreeft, is dat waarvoor we een uitvoeringsorganisatie hebben. Want ik hoorde ook ergens een opmerking van meerdere fracties misschien wel. Het is niet een doel, maar een middel. Daar ben ik hartsgrondig met u eens. Het is een middel om ons doel te kunnen bereiken, ook om in de samenleving, de voorkant van de samenleving, vertegenwoordigd te zijn. Verder met de vraag, ja. Denk ik. Hè. Ommen, en dat kwam ook van meerdere fracties, kwam die naar voren. Het scenario waar Ommen, en wij zijn in gesprek met Ommen, en Ommen, hier hebben wij een TUC, zoals dat dan heet, hè, een tijdelijke uitvoeringscontract. En dat liep sowieso in 2020 af. Wat Ommen nu gezegd heeft, maar daar voeren wij nog gesprekken over, is van wij zijn niet voornemens om na 2020 dezelfde diensten af te nemen. Dat is iets waarop wij hebben voorgesorteerd. En zoals u nu ook ziet in het besluit wat we genomen hebben, gingen we ervan uit dat we tot eind 2019 een verplichting hebben. En dat willen we ook doen, as is, zoals we hebben afgesproken, blijft zoals het is in 2019. Maar in eerste instantie gingen we ervan uit dat het ook in 2020 sowieso zou beëindigen. Waarbij we wel hebben gezegd, en ik heb ook het artikel in de krant gelezen, van alsof wij ambtelijk de samenwerking hebben opgezocht. En daar neem ik daar neem ik afstand van. Want we hebben wel gezegd, wij staan wel open voor het gesprek om in ieder geval te onderzoeken of de samenwerking ook naar de toekomst toe verder vormgegeven zou kunnen worden. En een ander aspect, en dat ging ook een vraag, en ik heb zo niet meer scherp van welke fractie die was, ging over het aantal partijen die eigenaar worden, die aandeelhouder worden. We hebben wel met Ommen gesproken over het aandeelhouderschap en dat we gezegd hebben, wij willen vooralsnog, en dat geldt ook naar andere partijen toe, in eerste instantie 100% aandeelhouder blijven. Hij blijft van ons, omdat we juist in de ontwikkelfase waarin we zitten en ook kijken waar we met Ommen vandaan komen, niet opnieuw in een soort samenwerkingsconstruct willen gaan zitten met een gedeeld eigenaarschap. Dus daarvan hebben wij inderdaad wel gezegd van wij willen zelf in ieder geval bij de oprichting 100% aandeelhouder zijn. En als dat aandeelhouderschap uitgebreid zou moeten worden in een verdere toekomst, die zie ik nu op dit moment niet gebeuren. Dat is wel een van de redenen waarom we voor een overheidsvennootschap hebben gekozen, omdat je dat wel zou kunnen doen. We komen er uiteraard bij u weer bij terug. Maar dat even ten aanzien van Ommen, dat wijzigt niet de situatie zoals we aanvankelijk hadden gedacht en zullen we op dezelfde manier invulling geven zoals we nu ook het besluit hebben voorgenomen. Mevrouw Joldersma. Nog even één toelichtende vraag erop. Betekent dat dus eigenlijk dat het gesprek met Ommen nog niet is afgelopen? Nee, wij blijven sowieso, ook in de periode hebben we ook met elkaar afgesproken, blijven we met elkaar in gesprek. Ommen heeft aan ons aangegeven dat ze voornemend zijn om niet op dezelfde manier verder. En daar voeren wij het gesprek over. Communicatieplan, de heer Sio sprak daar ook over in. Een aantal fracties hebben dat ook opgepakt. Dat het inderdaad maakt het geen onderdeel uit van de statuten, maar het is juist wel iets wat we ook heel expliciet hebben benoemd in ons voorstel, van, of in het besluit wat we als college hebben genomen, wat ook onderdeel zou moeten krijgen in bijvoorbeeld de opdrachtsbrief richting de samendoenteams, wat wel degelijk een heel wezenlijk onderwerp, dus ik ben het absoluut met de inspreker eens, heel wezenlijk onderwerp en die zou ook zijn plek moeten krijgen en die krijgt ook zijn plek in de opdracht. De positie van de raad en het college, ik heb daar al heel kort eventjes iets over gezegd, ik ben intussen bij de vraag van de ChristenUnie beland. Ja, we hebben het zo goed mogelijk proberen weer te geven. Waarom hebben we wel gesproken met twee verschillende wethouders? Feitelijk hebben we dat nu ook. We hebben portefeuillehouders. Maar de portefeuillehouder in zichzelf is niet verantwoordelijk voor iets. Het is een collegeverantwoordelijk.
verantwoordelijkheid. Het college is de aandeelhouder daarin. En wij spreken wel met verschillende rollen, zoals we nu ook bijvoorbeeld een coördinerend wethouder hebben. Ik in dit geval als het gaat over de samendoenteam. En de opdrachtbrief is portefeuillehouder eigenlijk ook overstijgend. Zowel WMO als jeugdzorg. Dat is ook niet bij één portefeuillehouder vastgelegd. Maar we werken met één opdracht richting de samendoenteams en ook met één iemand die communiceert in die zin. En dat is eventjes geprobeerd om het zo transparant mogelijk voor u neer te zetten. Maar de feitelijke verantwoording voor de opdrachtbrief ligt bij het college. Die stelt de opdracht samen en ook het college is aandeelhouder. De raad van het advies, en we hebben ook al wel een beetje geprobeerd. We hebben nog geen toezeggingen gedaan wie nu van de ketenpartners bijvoorbeeld in de raad van advies. Maar we hebben wel een hele nadrukkelijke wens, want dat is ook waar we vandaan komen met onze ketenpartners. Om die positie goed te borgen. Dus we willen ook heel graag, behalve de ketenpartners, ook nog heel graag externe expertise. Om zo goed mogelijk zo'n BV te laten functioneren. We hebben ook gezegd, maar het is voor ons van wezenlijk belang. Dat ook de ketenpartners of de vertegenwoordiging van onze ketenpartners meedenkt in de organisatie van de samendoenteams. Dus die zal in de raad van advies wat ons betreft een plek zouden moeten krijgen. Nou, de raadsbrief heb ik al het een en ander over toegezegd. De ondernemersraad heeft u ook een vraag over gesteld. Het feit is dat we daar vandaag hebben we daar onze eerste. Vanmiddag hebben we een reactie gekregen van de ondernemersraad, een advies. Dat moeten we inhoudelijk nog bestuderen. Het zal onderdeel van onze totale besluitvorming moeten zijn over onze definitieve besluitvorming als het gaat over, de doorontwikkeling of het definitieve besluit van het samen doen of van de BV. Maar het advies wat er nu ligt van de ondernemersraad, van onze eigen ondernemersraad, die is op twee punten vinden ze de tijd te kort en ze zeggen zij zouden het naar binnen willen halen. Dat is op hoofdlijn. Ik heb het voor u nog niet verder kunnen analyseren, zeg maar. Maar dat is ook wat er wel bij ons betrokken zou moeten worden in onze definitieve besluitvorming. Dus het is voor mij ook een beetje prematuur om daar nou heel inhoudelijk op te reageren. Maar het advies van de ondernemersraad is, is vanmiddag vers van de pers wel binnengekomen. Voorzitter, dan ga ik naar de fractie van Op Koers. Nou ja, u gaf aan, het is een middel, maar geen doel. Dat ben ik dus hartstikke met u eens. En ik heb volgens mij ook wel, denk ik, al voldoende aandacht gegeven aan de vragen waar u over ging. Over financiën, over KPI's en over hoe we daar ook binnen de PNC-cyclus over zullen rapporteren. En ik denk dat ik ook op de vragen van de VVD in de zaken die ik nu besproken heb. Hè, uw vraag ging ook over de KPI's en over de opdrachtbrief. Heb ik ook geprobeerd te reageren. Voorzitter, als ik mag. Mevrouw Meijering. Enige vraag, wat gebeurt er met als er verliezen zijn? Of staat het in de opdrachtbrief dat het niet kan? Gaat het in de opdrachtbrief vatten? Of hoe gaat u daarmee om? Nou, als er verliezen zijn, als er niet geld. Kijk, het is een vrij overzichtelijke organisatievorm. Hè, want het zijn een aantal mensen. U stelt een budget beschikbaar. En als het budget niet toereikend is, dan zal ik naar de raad toe moeten. Of het college zal naar de raad toe moeten. En daar kunt u uw afweging in maken. Maar dat is wel echt een wat-als situatie. Maar dan bent u als raad, staat u vervolgens weer aan het sturen. Of u bereid bent om daar wel of niet extra middelen beschikbaar voor te stellen. Voorzitter? Ja, de heer Terietza. Mevrouw Meijer, had u nog een aanvullende vraag? We hadden de vraag twee kanten opgesteld in eerste instantie. Want als het geld overgehouden wordt, is deze overheidsvennootschap dan ook belastingplichtig? Voorzitter, ik hoor hem al. Ik vind het een buitengewoon technische vraag die ik op dit moment hier vanaf deze plek niet kan. Maar u noemde wel het principe van winst. Ik zie het verdienmodel nog niet in het kosten of in een overheids-BV die een uitvoeringstaak. Je zou hooguit geld kunnen overhouden. En eventjes met mijn zeer beperkte kennis van zaken zou ik dat met heel veel moeite winst kunnen noemen. Je houdt hooguit geld over als je bijvoorbeeld vacatures of iets dergelijks niet hebt kunnen invullen. Maar als u het goed vindt, voorzitter, daar kom ik niet veel verder. Ja? Ik denk dat het goed is om die vraag dan nog even mee te nemen, onafhankelijk van wat vanavond besluiten, zeg maar dat we dat nog even laten uitzoeken. Ja. Toezeggen. PvdA heb ik eigenlijk vooral met name een oproep gehoord om ook met je ketenpartners, waarin we mee samen hebben gewerkt en blijven werken,
in gesprek te blijven. Nou, ook die pak ik vol overgave op. En ik merk ook dat we gewoon ook hele goede gesprekken voeren met onze ketenpartners. Waarbij we wel zeker en wel degelijk oog hebben ook voor het schuren. Daar hebben we vorige keer in de oriënterende ronde natuurlijk ook over gehad. Want een aantal van de komen uit de organisatie, heeft dat betekenis. En daar zullen we ook het gesprek over moeten blijven voeren bij de ketenpartners. Want het is ook heel verschillend met verschillende partners waar het voelbaar is. Dus die pakken wij absoluut op. En zeer zorgvuldig wil ik u daar ook bij zeggen. 50 plus heeft ook een aantal vragen. Ik denk dat ik een aantal al beantwoord heb. Hè. Waarom wethouders en dat soort zaken. Hoe zit het met de aandeelhouders? Nou, de aanbesteding, dat blijven wij als gemeente doen. Dat gaat niet vanuit de samendoenteams, hè, wat u vroeg, maar de feitelijke aanbesteding van zorg vindt plaats vanuit de gemeente. De provincie vroeg u ook al iets over, die hoeven wij hierin niet te betrekken. Daar stelde u geloof ik ook een vraag over. Hè? Ja. En het communicatieplan ben ik op ingegaan. Volgens mij heb ik dan nog één vraag van de GroenLinks. En die heb ik volgens mij ook beantwoord in de verdere beantwoording. Het gaat over het budget. En dat u daar als raad volledige zeggenschap over heeft. Want dat u het budget jaarlijks weer vaststelt. Voorzitter, ik heb een poging gedaan om alle vragen te beantwoorden. Volgens mij ook. We hebben even meegekeken voorzitter. Vanuit het zuiden van de Griffie. Ik zie... Ja, sorry, de heer Van der Grampel. Eén vraag staat nog open van mij. De medezeggenschap in een vennootschap. De medezeggenschap in de vennootschap. Hoe is die georganiseerd? Ja. Er komt een medezeggenschap. Raad, die is er nog niet. Die is dus op die manier georganiseerd. Ja. Akkoord. Veel vragen ook beantwoord. Waarmee toch al meer duidelijkheid denk ik ook nog is gekomen over het hoe en wat. En ik hoop voor uw raad ook daarmee richting sturing, controle en toezicht daarop iets meer helderheid is gekomen. En ik heb een belangrijke toezegging van de wethouder gehoord die ook onder andere de VVD-fractie had gevraagd, maar ook CDA en ChristenUnie, over de toezegging voor een duidelijke opdrachtbrief. De wethouder is daar ook heel duidelijk over geweest. Dat komt in het vervolg ook naar uw raad toe. Waarbij ook aandacht is voor onder andere het KPI-verhaal, zeg maar de indicatoren en dergelijke. Mag ik concluderen dat voor dit moment dat voldoende is voor behandeling van dit onderwerp? Het komt zeker terug. En dat ik ook concludeer dat u op dit moment geen verdere aanleiding ziet om wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Anders dan dat via het debat nu is gegaan en de toezegging die de wethouder heeft gedaan. Is dat akkoord? Dat is akkoord. Daarmee hebben we dit agendapunt voldoende behandeld volgens mij en kan ik dat afhameren. Blijft nog over een paar hamerstukken voordat we tot sluiting van deze vergadering over kunnen gaan. Dat is agendapunt 9. Het ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg rondweg 18-18a in Den Velde. Stemverklaring, geen behoefte aan. U kunt instemmen met dit voorstel. Dat is akkoord. Voorstel aangenomen met algemene stemmen. Agenda punt 10, de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 7 mei. Akkoord, dat is akkoord. Dan komen wij bij agenda punt 11, de rondvraag. Graag geef ik u nog gelegenheid om daarvan gebruik te maken. Dat is niet nodig op dit moment. Dan brengt ons dat bij agenda punt 12, de sluiting van deze raadsvergadering. Ik sluit de raadsvergadering en mag ik voorstellen dat we 10 minuten even schorsen voor handen wassen en koffie halen. Akkoord. De raadsvergadering is gesloten en we gaan straks verder met oriënterende ronde.